Oké, dit hebben wij echt weer. Marco is de deur uit. En ons nieuwe konijntje. Goedemorgen, het is woensdagochtend en ik ben er helemaal klaar voor. Ik verwacht natuurlijk zo een klusbedrijf, ik verwacht de schade-expert van de inboedelverzekering en het is staking, dus eigenlijk hadden we mogen uitslapen. Sarah ligt ook lekker nog te slapen. Ik ben dus vroeg uit de Vera om ze op te wachten. De ene kan nu al komen, de andere over een half uurtje en het kan ook later zijn, dus dat blijft altijd afwachten. De staking komt me wat dat betreft wel heel goed uit. Ik ga even wel een ontbijtje maken, want ondanks dat ik de rest heb gedaan, heb ik dat dus nog niet gedaan. Ik heb echt honger nu. Nou, dan zit ik dan met mijn penen naar je hoofd. Bijna een uur later en nog steeds niemand. Echt zo irritant. Eén zou tussen 8:30 en 9:30 en de ander tussen 8 en 9 en het is bijna 9. Ik had net zo goed die 3 kwartier kunnen uitslapen. Dat vind ik echt niet leuk. Want ik hou echt niet van vroeg opstaan. Ik ben echt een avondmens. Nou, ik zat ermee moeten doen. Ik hoor ook voetjes boven, dus volgens mij zo. De meneer van de inboedelverzekering is weg. Dat werd nog een heel verhaal, omdat we met zijn waarde boven de verzekerde waarde komen. En die was wel best wel hoog al. Maar ik wel dingen via mijn creditcard ook gekocht heb, wat een half jaar daar verzekerd is. Ja, ik ga hem zo bij je kijken, mom. Moet ik dat gaan splitsen? Dat heb ik wel helemaal besproken. Daar heb ik ook al voor gebeld. Dus daar krijg ik dadelijk formulieren voor. Aan de achterdeur wordt nu heel veel geklust. Die is nu even dicht, want er worden spullen bijgehaald. Er zit een paarse kleur aan. Dat moet ik gaan mengen goed. Oh, ga jij het even mengen? Ja, Sarah die is even met slijm aan het spelen. Putty is slijm. Putty is slijm. Hier de tas nog met alle verpakkingen die ik net ook voor de verzekering nodig heb gehad. En hier, als je denkt, wat hangt daar? Er was net water overgegaan, dus het hangt even te drogen. Want ik kan het nu niet gelijk wassen. Sarah is heel druk met de slijm bezig. Ik ben aan het Putty. Ja, nou. Wel boven je kleedje. Oh, daar is de meneer weer. En die heeft net mijn broertje gebeld. Want ja, ze zit best wel opgesloten. Ze kan in de buurt van de deur niet spelen door allemaal vuil en zo. Dus die komt straks hierheen en die gaat even lekker buiten met de wandelaar. Gaan ze Pokémon vangen, stoppen ze bij de speeltuin, kan ze even lekker spelen. Dat is voor haar wel even fijner. Papa. Zo, Sarah is zich lief aan het vermaken. En nog steeds aan het hoesten. En ik kan even boodschappen doen. Oh, dus deze hij is nog niet af. Jawel. Waar is het bloemetje dan? Oh jeetje, ben je dat vergeten? Nou, eindelijk klaar. En het is echt, ja, het lijkt echt heel donker, maar het is gewoon 4:45, dus het valt mee. We kunnen de achterdeur weer gewoon gebruiken en de deur boven die kapot is gemaakt. Ja, allemaal dat soort dingetjes. En we werden net gebeld door Marco. Sarah, mag de konijnenhok? Doe even je jas aan eerst, schat. Anders ga je nog niet de tuin in. Je mag de konijnenhok gaan klaarmaken, want er komt een nieuw konijntje voor er. Ben je goed bezig? Alles klaarmaken voor je konijntje, hè? Ja. Kijk, ze is het huisje aan het vullen aan de zijkant en dan dadelijk dit gedeelte. Maar het is makkelijker om eerst die kant te doen. Goed, goede laag, hè, moet het zijn. Ja. En goed loshalen, hè, dat er geen bonken meer in zitten. Ja. Oké. Okay. En Sarah heeft een nieuw konijntje. Nou, omhoog. Omhoog. Oké. Okay. Hier, wacht. Zo. Doe maar omhoog. Oh, doe ik hem ook even voor je open. Zo. Hey, kom er maar uit, Sarah. Laat het konijntje eventjes zelf eventjes wennen. Kom er maar uit, gewoon. Ik blijf wel hier zitten. Even. Nee, eruit, zei ik, schat. Kom. Kijk. Ja, ga er maar uit. Lukt hem niet. Jawel, lukt hem wel. Zeggen we hem maar. En haar. Kom maar. Komt ie.
Kijk. Hij keek heel even zo. Ja, hij is wel even voorzichtig nog. Om te kijken of er geen boeven komen. Is ook. Maar gelukkig kwamen de boeven toen Nena er niet was. Kijk wat er gebeurt. Dat vindt hij een beetje eng. Oh. Ja, mag hier uiteindelijk. Ik heb je al een paar keer geëit van de week, hè? Ja. Ik stop wel even met filmen. Oké, dit hebben wij echt weer. Marco is de deur uit. En ons nieuwe konijntje is dus zijn hokje uitgekomen. En die loopt nu door de tuin heen. Ik was de dood dat hij uit de tuin gaat. Ja, het licht gaat ook aan en uit. Maar ja, dat hij daardoor iets gepakt wordt of zo. Want er lopen hier best wel veel honden. En ik krijg hem niet te pakken. En ik mag niet eens in de buurt komen. Echt, ik weet echt niet wat ik moet. Ik loop echt al 3 kwartier door de tuin. En ik heb Marco net niet te pakken. Die zit aan de auto. Ja, die komt zo. Maar ja, sta ik hier. Kijken of ik het enigszins kan filmen. Ik weet niet of je hem... Ja, heel licht denk ik dat je hem ziet. Maar hij zit hier dus. Hij is vrolijk een klein beetje onkruid nog aan het eten. Maar zodra ik in de buurt kom... Hi. Oeh. Ik ben nog nooit zo dichtbij geweest. Ik doe snel de camera even uit. Misschien lukt het me nu. Nou, helaas. Ik had hem bijna... Ik voelde zijn haartjes langs mijn hand gaan, maar... Helaas, hij zit nu tussen een randje waar ik niet bij kan, tussen zijn hoek en de schuur, dat ik echt denk, oh, Peesie, ik probeer je echt alleen maar te helpen. Weet je, als ik hem te pak krijg, kan ik hem in zijn hoek zetten en dan kan ik hem even daarin houden. Daar heeft hij normaal een heel buitenstuk. Ja, ik wil gewoon niet dat hij eruit waait, ik wil niet dat er wat met hem gebeurt. Nou, Marco is er met een kwartiertje 20 minuten. Dus die tijd mag ik gaan besteden aan zorgen dat het konijn niet uit de tuin gaat. Ik heb zoveel mogelijk openingen afgedekt. Gewoon door tuinmeubels voor te zetten en noem maar op. Zelf tuinsbouwd. Ik dacht, heel slim en dat lukte net bijna. Het hok waar die in gekomen is, dat stond nog in de tuin. Ik denk, als ik hem openzet en dan gaat daarin zitten, doe ik hem dicht. Dan heb ik hem in ieder geval. Nee, ga jij maar niet deze kant op. Nee. Nee, ik weet dat je dit niet leuk vindt, dat ik je laat schrikken, maar... Even lopen. Hi. Maar als je hierin gaat, dan kan ik je niet veilig houden. Maar goed, hij ging er echt bijna in. En ik heel rustig staan wachten. Ik denk, wacht echt tot hij op zijn gemak zit. Dan gooi ik, klap ik het deurtje gewoon even dicht. Ik stond er dicht genoeg bij dat ik gewoon goed kon reageren. Maar ook gewoon stil kon staan om te kijken of hij er echt in ging. En toen net op het laatste moment bedacht hij zich dat ik echt dacht, nee, ik had je bijna. Maar ja, nu is dat hok niet meer interessant, dus dat is echt heel vervelend. Dus ja, en ik heb echt gewoon geen spullen meer die ik ergens nu voor kan zetten voor de laatste openingen. Dus echt, ik zat net te denken als ik de woonkamerdeur naar open doe, maar ja, als Miel in de buurt komt, dat is ook geen goed idee. Dus, oh, echt weer iets voor mij om te gebeuren dit. Oh, hij gaat weer naar zijn hok kijken. Nee, je ziet het echt niet zo. Proberen met een klein lichtje. Nee, hij loopt elke keer weer weg. Dan hou ik het lichtje even uit. Zit aan dat hok te snuiven. We hebben hem te pakken, echt. Het was een heel gedoe, maar het is gelukt. En ik ben blij. En voor nu zit hij veilig in zijn binnenhokje. En die hebben we even dichtgeschroefd. Dus daar kan hij nu niet uit. En dan moeten we morgen, als het lukt, even kijken. Of we zeg maar dat hek iets kunnen aanpassen. Dat hij er niet uit kan. Want dan heeft hij gewoon zijn ren buiten. Want ik vind dat zo sneu als die diertjes in zo'n klein hokje zitten. Ze moeten gewoon kunnen bewegen. Ja, dit is gewoon echt even voor zijn veiligheid. Als hij het veld achterop rent of de tuin in. Bijvoorbeeld de buren hebben een hond. Die had ik al gelijk gebeld. Van joh, alsjeblieft laat hem heel even niet de tuin in. Dat is konijn toch ergens kunnen door zulke kleine gultjes gaan. Zelfs dus als hij nu in en pakt hem is het natuurlijk gewoon klaar. Nou, dat hoeft niet het einde van het konijntje te zijn. Dat vind ik echt zielig. Dus de buren waren gelukkig ook wel gelijk van, oh nee, tuurlijk, weet je wel. Dus van laat maar even weten als ze er is.
Nou, dat was wel weer een avond. Ik ga echt proberen nog even 10 minuten te editen en dan ga ik mijn bed alweer in. Ik ga lekker mijn bedje in, dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet hieronder op abonneren te klikken, een duimpje achter te laten en comments zijn ook heel erg welkom. Ik ben weer aan het inhalen om erop te reageren, dat heeft even stilgelegen, maar blijf heel erg leuk vinden. En tot morgen!